Hallo, ik ben Lisanne Spiegelaar. Ik sta hier met Wim Boonstra. Wim, jij hebt iets geschreven over de Libra, heel vaak in het nieuws afgelopen tijd. Kun je eens beginnen met vertellen wat het eigenlijk is? Nou, Libra is een munt, gelanceerd door Facebook samen met een hele lading partners. Waarmee zij denken een hele grote invloed te kunnen hebben in bepaalde delen van de wereld, waar het betalingsverkeer nog slecht ontwikkeld is. Maar ook in andere landen, gewoon als alternatief voor crypto's en als aanvulling op het betaalde systeem. Oké, nu weet ik toevallig dat jij niet per se heel positief staat tegenover crypto's, maar toch was jij hierover best wel positief. Dus kun je uitleggen waarom eigenlijk jouw mening hierover positiever is dan die van veel toezichthouders bijvoorbeeld? Nou ja, kijk, ik heb er als econoom naar gekeken. Dus ik heb mij niet bezig gehouden met de vraag, is het wel of niet crypto en Facebook en zo, dat laat ik aan anderen over. Ik heb de plannen bekeken en dan met name naar de plannen voor hoe ze die munt willen vormgeven. Ja, en dat zit gewoon heel goed in elkaar. Het wordt een munt aanvullend op het systeem met een vrij voorspelbaar koersverloop, in tegenstelling tot de Bitcoin. Met een waarde die eronder ligt. Hij is volledig gedekt door kortlopende obligaties. Anders dan de Bitcoin. En het ziet er allemaal op papier heel degelijk uit. Dus als ze dit gaan doen, en dat heb ik nu even als werkhypothese. Als ze dit gaan doen, dan kan dit heel groot worden. En dat is denk ik ook precies de reden waarom de toezichthouders er zo scherp op zijn. Die Bitcoin, dat vinden ze iets in de marge. Maar dit kan veel groter worden. Oké, dus als ze het gaan doen, wat zie jij dan gebeuren? Zie jij nog risico's, gevaren? Nou, dan zie ik vooral in landen waar het betalingsverkeer slecht ontwikkeld is, dat de Libra een grote rol kan spelen. Ik zie ook dat ze met de Libra in landen waar nog heel veel mensen niet zijn aangesloten op het financiële systeem, mensen toegang tot financiële dienstverlening kunnen krijgen via Libra. Ik zie ook dat in diverse landen mensen daar zelf toepassing op kunnen bouwen, want het is een open source systeem. Dus ja, het zou best een hele grote impact kunnen hebben. En je zult, dat is iets minder dan in sommige landen, misschien ook zien dat kapitaalvlucht via de Libra kan plaatsvinden. Dus het kan een heel grote impact hebben. Net zoals ik zou zeggen, als de EQ, de valutamand die we in Europa hadden, voor de euro hadden, ook heel veel impact had op dat moment. En daar lijkt het eigenlijk wel een beetje op, maar dan in een modern jasje. Oké, dus als ik jou zo hoor, wordt het nog even afwachten om te kijken hoe het echt gaat uitpakken, waar ze bijvoorbeeld hun winst vandaan gaan halen. En misschien wordt het dan wel iets groots, als ik jou zo hoor. In potentie kan het heel groot worden. En dan herhaal ik gewoon wat de Bank of England ook direct zei van, als dit echt van de grond komt, dan wordt het systeem relevant. En dan moeten toezichthouders er gaan opletten. En dat is wat ze doen. Nou, hartstikke bedankt, Wim. Als jullie meer willen weten, kijk op economie.rabobank.com.